Die penalty vlak voor tijd, waarom is die gegeven? We gaan een diepe bal spelen van Argon, die gaat diep. Keeper komt uit. Daarin komt de keeper, die glijdt naar de bal toe met twee benen vooruit op hoge snelheid. Op dat moment speelt hij inderdaad de bal, maar de manier van inkomen is genoeg om te zeggen van nou, dit is een overtreding. Op het middenveld zou ik er net zo goed voor fluiten en er hoort een gele kaart bij. Dat was de tweede gele kaart, dus een rode kaart. Twee benen ingegleden. Hij komt in ieder geval eentje, die zit echt gestrekt. De tweede die komt er achteraan, die zit niet gestrekt. Maar die komt er wel achteraan, hij gaat met twee benen vooruit. Wat ik zeg, de eerste die is echt gestrekt, de tweede niet. Nogmaals, speelt de bal, maar de manier van inkomen is te wild, te hard. Waarvan ik zeg, het is een overtreding. En of hij dan de bal speelt of niet, dat maakt me daarin niet uit. En dan is het gevaarlijk spel, onbesuisd inkomen? Dat is het onbesuisd inkomen inderdaad. En dan dus een gele kaart. En staat voor onbesuisd inkomen een indirecte vrije trap of een directe vrije trap? Een directe vrije trap. En dus automatisch ook een penalty. En dus als dat binnen het strafschopgebied is, is dat een strafschop. Zo werkt het inderdaad.